Welkom op de persconferentie. We praten even na met beide trainers, Ronnie van Geneugde en Glenn de Boek. 4-2, OHL wint tegen Wasten Beveren, terug feest op de Dreef. Ik geef eerst graag het woord aan de bezoekende trainer, Glenn de Boek, voor een analyse van de wedstrijd. Alsjeblieft. Ja, ik denk dat we vooral heel onthoofd moeten zijn, omdat ik misschien wel de beste eerste helft van het seizoen gezien heb. Met heel goed voetbal, heel veel kansen. En dan moet je met de rust moet je altijd voorstaan. En dat gebeurt dan niet. En dan denk je dat je ploeg op hetzelfde elan zal voortgaan als die eerste helft. En dan geef je die wedstrijd eigenlijk weg op een heel kinderlijke manier. Want als je naar die eerste helft kijkt, dan voetbal je goed, dan zet je druk vooruit. Dan kan ik alleen maar zeggen van proficiat, want dat moet je toch maar komen doen op OHL. Met zijn sterke thuisreputatie. En dan praat je erover tijdens de rust. En dan doet de tegenstander één wissel. Maar één wissel kan er nooit voor zorgen dat die ploeg zo ver wegzakt. En dat je op die korte tijdspannen de wedstrijd weggeeft. En dat er een aantal jongens zijn die gewoon niet meer thuisgeven. Die bij balverlies hun job niet meer doen. Dat kan een ploeg als Wasten Beveren zich absoluut niet permitteren. En dan krijg je een uitslag als deze. Alhoewel ik denk dat op 3-1 de wedstrijd zeker nog niet gelopen was. Maar als je dan nog een vierde doelpunt weggeeft, ik denk dat we die bal 3 keer recupereren in onze eigen 16 meter. En dan om 3 keer terug van de tegenstander geven. Ja, dat mag op dit niveau niet, want dat wordt cash betaald. Zeker tegen een ploeg waarvan ik vind dat die in de voorbije weken een beetje hetzelfde vaarwater zaten als Wasten Beveren, goede wedstrijden spelen, maar net dat tikkeltje ontbreken om die wedstrijden te winnen. En dat kan je tegen een ploeg als OHL nooit permitteren, want dat wordt cash betaald. Dankjewel, een duidelijke analyse. Succes in de derby tegen Lokeren. Dankjewel. Dan geef ik graag nu het woord aan de winnende trainer, Ronnie van Geneugde. Dank u. Voor de wedstrijd duidelijk gezegd van kijk, vandaag moet het gebeuren. Al datgene wat goed over OHL geschreven is en gesproken is van de voorbije weken met betrekking tot de prestaties en waar jammer genoeg de resultaten uitbleven, moesten nu zich omzetten in een goed resultaat tegen Wasten Beveren. Ik denk dat wij zeer goed aan de wedstrijd beginnen met heel veel enthousiasme, heel veel druk naar voren, ook bewust gekozen om twee diepe spitsen op het veld te zetten met Mo in een iets andere rol, iets meer centraal. Ik denk dat we de eerste 20 minuten vrij goed voetbal brengen. Een kans voor Tom, die omhaal die net overgaat. En dan de mooiste kans vind ik nog altijd voor Jovan, doorstikpas van Mo. Jammer genoeg wordt dat niet omgezet in een doelpunt. Maar komen dan toch verdiend, denk ik, 1-0 voor. En dan neemt Wasten Beveren het heft in handen. Dan komt er toch wel bij ons, onbegrijpelijk, toch wat angst in het spel. En Wasten Beveren profiteert daar optimaal. Heeft dan een aantal goede kansen. Waarin Logan natuurlijk ons in de 26e minuut recht houdt op de trap van Trikowski. Goede reflex. En dan is het heel jammer, vind ik, dat je net zoals tegen Gent nu tegen Wasten Beveren omwille van een afgeweken vrije trap 1-1 moet toestaan. En dan toch wel aan de rust een aantal dingen bijgezet. In de eerste plaats de spelersgroep erop gewezen dat deze wedstrijd na 45 minuten niet afgelopen is. Dat ze de laatste 20 minuten met heel veel angst aan het voetballen waren. Er werd niet meer gevoetbald zoals in de eerste 20 minuten. En dan toch wel een paar omzettingen gedaan. Kenneth in een andere rol gaan zetten voor de verdediging op het middenveld. Karel iets hoger. Mo iets meer van op de rechterkant spelende en een offensieve Bandalowski op rechts gebracht omwille van het feit dat Buysens ziek niet verder kon. Ik denk dat we dan ook goed uit de kleedkamer komen, de wedstrijd goed in handen pakken. En dan moet je het tikkeltje geluk hebben dat we misschien in de voorbije weken en maanden niet gehad hebben. Dan denk ik dat het tweede doelpunt inderdaad gelukkig valt, maar toch wel ook aan de rust gezegd tegen Mo, die vrijtrappen en die corners die moeten veel strakker gegeven worden. En dat rendeert dan, als dat gebeurt. Dan het derde doelpunt, goede actie op de buitenkant, goede voorzet, waarbij Bjorn mooi kan
afwerken. En dan denk ik dat we een aantal momenten hebben gehad met Bjorn die in zijn vermoeidheid even alleen naar de keeper kon gaan. Jammer genoeg de bal niet kon meepakken en dan ook nog een keer naast trapte aan de eerste paal. En dan wat mij vooral positief stemde was de manier waarop de het vierde doelpunt tot stand kwam. Een tackelende, hardwerkende Karel Geraas in de baklijn bij de tegenstrever. En daar valt die bal dan goed, omwille van het feit dat hij daar nog zijn kop voor legt om die bal te recupereren. En dan shot Eva zijn zoveelste doelpunt binnen. En dan is het jammer dat je nog een tweede doelpunt moet slikken. Kan je nog kunnen een vijfde maken met Karel op het laatst. Maar wat vooral belangrijk is en wat we moeten onthouden is dat vandaag het een beetje mee zat, wat misschien op de momenten vorige wedstrijden niet mee zat, maar toch wel een ploeg die aangepord door het publiek ervoor gegaan is en aan de rust de koppen bij elkaar gestoken heeft en gezegd, ja, nu is het, nu moeten we hier 45 minuten vol gas geven. En dat is ook gebleken. Iedereen die OSL een warm hart toedraagt, had nood aan deze overwinning. En zoals in het verleden al eens gebeurd is, als de nood het hoogst is, dan staan er toch wel een aantal mensen recht, niet alleen op het veld, maar ook in de tribunes. En kunnen we spreken over een fijne geslaagde avond en hopelijk de voorbode van een reeks die we misschien in het verleden ook al een keer gemaakt hebben. Dankjewel Ronnie, het waren er weer ruim 8000 vanavond en we hopen voor de volgende match, thuiswedstrijd tegen Mons, waar de studenten ook welkom zijn voor een vol huis te kunnen spelen. Woensdagavond 30 oktober. Tot dan en dankjewel. Ja, Wim Rijmakers, jij was vanavond bij de 20 geselecteerd, maar net niet bij de kern. Hoe voelt dat? Ja, dat is natuurlijk iets of wat jammer dat ik niet op de bank kon zitten, maar ik had het wel voelen aankomen op de training van gisteren, dat ik niet bij de 18 ging zijn, maar het was toch leuk om met de jongens naar de wedstrijd toe te leven. En zeker als je wint, is het leuk om te vieren achteraf met de supporters. Dan heb je toch iets meer het gevoel dan als je op de tribune zit. Het is ongeveer een jaar geleden zeker dat jij je blessure kreeg. Hoe zit het op dit moment? Heb jij nog last? Ja, het is nu 31 oktober van vorig jaar is het geleden. Ik heb eigenlijk geen last meer. Ik train al bijna 2 maanden eigenlijk volledig mee. Ik heb nu ook 4 wedstrijden terug met de belofte. En het gaat een positieve lijn. Ik voel dat ik nog niet echt in orde ben. Dat ik nog wel wat progressie moet maken op sommige vlakken. Maar ik voel dat er een stijgende lijn in zit. En dat ik wel beter en beter elke week voor de dag kom. Jij voelt, jij hoopt dat je binnen enkele weken misschien bij de kern zit. Ja, dat is toch mijn betrachting. Ja. Ik probeer elke dag alles voor te doen om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk fit te zijn en zo beschikbaar te zijn voor de trainer. En als ik de kans krijg, dan wil ik er staan en dan wil ik laten zien dat ik terug mijn niveau heb. Okay, veel succes. Bedankt Wim Rijmakers. Ja, Bjorn Ruitigs, na de 4-2 winst tegen Waasland Beveren. Jij scoorde 2 maal. Jij moet een zeer gelukkige Bjorn Ruitigs zijn. Ik ben super gelukkig, maar niet omdat ik 2 keer scoor. Vooral omdat we de 3 punten thuis houden en omdat we nu een beetje ademruimte hebben. En het geeft toch een super goed gevoel dat we nu vertrokken zijn, hopelijk. Lag er druk voor de wedstrijd, omdat iedereen toch verwachtte dat de 3 punten in huis gingen blijven? Ja, druk. Ik kan niet ontkennen. Je moet toch een beetje naar onder kijken dat er geen druk was. Maar we hebben 2 weken heel hard gewerkt. We hebben in Brugge iets te weinig gehad. Het was een moment om 3 puntjes thuis te houden. En ik denk dat we vanaf de eerste minuut getoond hebben dat we absoluut de 3 punten wouden. En dat we er blij voor gaan. Dus we hebben 20 minuten iets minder gevoetbald, denk ik, de laatste 20 minuten van de eerste helft. Voor de rest hebben we Waasland Beveren altijd bij de keel gehad. En met het gekende resultaat. KV Mechelen volgende zaterdag, dat is een derby, maar dat is toch altijd een moeilijke wedstrijd. Hè? Ja, maar ik denk in eerste klasse zijn er geen makkelijke wedstrijden. We moeten gewoon weer hard werken deze week en het goede van vandaag meepakken naar volgende week. En dan kunnen we daar ook iets halen. Jij bent natuurlijk nog altijd hier in Den Dreef, publiekslieveling nummer 1. Hoe voelt dat? Die supporters die blijven jouw naam skanderen, die maken sfeer, die de weks kunnen weven, hebben we vanavond gezien. Dat moet toch fantastisch zijn als voetballer? Hè? Ja, het is echt mooi. Als ze vragen aan mij, wat is het mooiste stadion waar ik kan voetballen? Dan zeg ik de thuismatch. We hebben een super achterban. Supporters geven iedere week of om de 14 dagen heel hard en dat geeft ons een boost. Maar je helpt wel een handje soms, hè? Ja, het is er soms een beetje over misschien, maar het is allemaal, moet ik zeggen, het is niet gemaakt, het is recht uit het hart. Bjorn, laatste vraag.
Waar staat de kleine Bjorn op dit moment? Staat hem op de schouw of in de trofeeënkast? Die staat in de trofeeënkast. Hè. Kan je even uitleggen aan de kijkers? Want de meesten hebben Nero B misschien nog niet gezien wat er gebeurd is. Ja, dus ik heb een interview gekregen van Nero B uit. Dus bekende personen, tussen haakjes. Bekende Leuvenaars. En dan werd er een beeldje van u gemaakt. En, ja, het is mooi. In 3D? Hè? In 3D, ja. Dus het heeft een mooi plaatsje gekregen op, in de kast thuis. En trek jij rechtop? Het is nog beter als een echt. Ja, Ronnie van Geneugde na de winst tegen Waasland de Beveren. Opdracht was winnen vanavond en jullie hebben gewonnen. Ja, eindelijk zal ik zomaar zeggen. Omdat, zoals ik al een aantal keren gezegd heb, de voorbije weken en de voorbije wedstrijden telkens op punten zo gezegd de wedstrijd gewonnen. Maar punteloos naar huis gekeerd. Of zeker op verplaatsing. Waar iedereen zei, ja, fantastisch hoe dat OGL speelt. En jammer genoeg zijn we niet efficiënt genoeg in beide 16 meter gebieden. En dat is hetgene wat ik ook voor de wedstrijd tegen de groep gezegd heb. Ja, vandaag wil ik niet op punten winnen, maar wil ik punten pakken. En ik denk dat de spelersgroep dat ook getoond heeft in de eerste 20 minuten met een verdiende 1-0 voorsprong tot gevolg. En daarna sluipt toch wel een beetje de angst om te verliezen in de groep. En dan hebben we het spel eigenlijk een beetje moeten ondergaan. Met een aantal kantjes voor Waasland-Beveren, waarbij Logan ons toch wel enorm recht houdt op een bepaald moment. Ja, dan krijg je net zoals tegen A-agent zo'n afgeweerde vrije trap binnen, dat je zegt, oké, het kan toch niet weer waar zijn. Hè? En dan aan de rust toch wel een aantal dingen tactisch bijgesteld. Ludo moet vervangen wegens ziekte door Ivan, die toch iets offensiever ingesteld is. Systeem een beetje aangepast. Heeft de groep goed op gereageerd. En dan moet je het geluk een beetje aan de zijde hebben. Als je ziet dus dat wij de voorbije 10 wedstrijden 8 keer tegen het doelhout dwarsleger of paal getrapt hebben. En nu bij het tweede doelpunt viel die bal een keer goed tegen de paal, waardoor het een eigen doelpunt werd. En dan hebben we dadelijk kunnen gelijk, maar een derde doelpunt kunnen scoren, beter gezegd. En dan is de groep er blijven voor gaan. En dan vond ik wel dat er een paar momenten waren dat er wat nonchalance in de groepsloop, waar zeker een aandachtspunt en een werkpunt van gemaakt moet worden. Maar al bij al 4-2 winnen tegen Waasland-Beveren is een heel goed resultaat. Was dit nu extra moeilijk, omdat iedereen verwachtte natuurlijk die 3 punten hier thuis te houden? Geeft dat een bepaalde druk? Nee, ik moet zeggen, in het verleden is al gebleken dat OHL met die druk wel kan omgaan. Hè. Ik herinner mijzelf dat er een aantal wedstrijden in het verleden geweest zijn, zowel in tweede klasse in het kampioenenjaar als de wedstrijden die we moesten spelen op het moment dat we in eerste klasse ons moesten veiligstellen. Dan denk ik in de eerste plaats in tweede klasse op Antwerpen de kampioenenwedstrijd. En in eerste klasse, in het eerste jaar, de wedstrijd op Westerlo. Daar moesten we ons behoud veiligstellen. Dat is ook gebeurd. Vorig jaar hebben we dan een boerenjaar gehad door te zeggen, ja, aan de winterstop was het eigenlijk al gespeeld. Dan hadden we een schitterende heenronde achter de rug. En nu is het zo dat wij nu ook weer een wedstrijd hadden van, ja, wij moeten die wedstrijd absoluut winnen om toch wel een bepaalde rust in de en rond de club te creëren. En dat heeft de groep gedaan. Ik denk dat het een wedstrijd is zoals Waasland-Beveren nu, de volgende thuiswedstrijd Bergen en dan Lierse, waarin we moeten proberen maximale punten te behalen. Zodanig dat die thuisreputatie die toch wel er is, dat we die kunnen bevestigen met maximaal puntengewin. Maar wat vooral belangrijk is, en dat voel je ook nu, zowel tijdens als na de wedstrijd, de nood bij iedereen van OHL was zo groot om hier de 3 punten thuis te houden. En dan zie je dat hier het kan exploderen en dan is het stadion weer een lichter laaien. Je hebt het al gezegd, volgende week zaterdag die derby tegen KV Mechelen en dan thuis tegen Mons. Zijn dat de wedstrijden waar we punten moeten tegenpakken of zijn ze daarom juist zeer moeilijk? Ja, volgende week tegen KV Mechelen, we hebben daar eigenlijk wel een goed gevoel bij die uitwedstrijd op Mechelen. Maar anderzijds zitten zij ook wel in een goede positieve flow na een overwinning nu op Oostende. Dus het zal een vol huis zijn met heel veel ambiance en volle bak. En dan thuis tegen Bergen, waarin een aantal studenten die nog niet overtuigd zijn om hier een abonnement te pakken, die zullen ook aanwezig zijn. Ik herinner mij de wedstrijd vorig seizoen. Wat de studentenactie betreft was ook veel ambiance en sfeer. Dus wij kunnen nu, OHL zijnde, weer 2 wedstrijden, zowel uit als thuis, voor een vol huis kunnen spelen. Met daar aan vastgekoppeld de verplaatsing naar Anderlecht. Dus op dat vlak moeten wij gewoon de lijn doortrekken en hopen wij toch wel met 1 of 3 punten terug te komen van Mechelen. Ja, die sfeer vanavond in het stadion was weer fantastisch. De Mexican Wave voor de eerste maal dit jaar, dat doet toch wel deugd daar op de bank.
Ja, absoluut. Dat brengt automatisch wat herinneringen naar boven, zoals dat bij iedereen naar boven gekomen. Ik herinner mij toch wel een aantal wedstrijden in het verleden dat het traditiegetrouw dadelijk, zelfs in de eerste helft al naar voren kwam. Dus op dat vlak voel je weer wel ook dat de supporters daarnaar hunkeren. En, het is gewoon zo. En men zegt soms, ja, Ronnie, je overdrijft soms misschien met je commentaren naar de supporters toe en je positieve aandacht die je aan die mensen schenkt. Maar het is wel zo. Hè. Dus nu, ik heb om de week nog tegen een aantal persmensen gezegd, ik herinner mij nog dat we 2 maal te voet zijn gewandeld naar het stadhuis en telkens malen gaf burgemeester Tobak een speech en elke keer zei je, luister, we zijn hier nu om succes te vieren, maar er gaan ook momenten zijn dat het wat minder gaat. Dus dan moet je supporter blijven. En dat is ook hier aan de orde geweest. En als je ziet, dus voor de wedstrijd, met die sfeer die er is, dat Bengaals vuur, die rook die er gecreëerd wordt, en dat vertaalt zich dan ook in de tribunes tijdens de wedstrijd. Ja, dan is het ook, daarvoor ben je supporter. Een supporter ben je niet alleen als er succes is, maar ook als het wat minder gaat. En dat is hetgene wat hier ook vandaag gebracht is. En dat zijn ze hier in Leuven. Bedankt Ronnie en veel succes aanstaande zaterdag tegen KV Mechelen. Dank je.